De ontlading is heel erg groot, heb ik gemerkt. Ja, schitterend. Ik denk dat ik... Het is gewoon een deel van een bevrijding voor mij. Ik ben zeven maanden gekwetst geweest. En ik heb een beetje zitten zoeken naar mijn niveau. En ik ben terug nu. Oud-Heverlee-Leuven speelt de finale van Play of 2. Hoe belangrijk is dat? Ja, ik denk dat we een mooie stap zetten vandaag. Ik denk, zoals de trainer zegt, op 3 jaar hebben we 3 keer geschiedenis geschreven. Eerst de promotie, vorig jaar het behoud en nu de finale van Play of 2. Dus we kunnen eventueel een Europees ticket pakken. Een moeilijke avond, vooral omdat je eigenlijk zo goed gespeeld hebt en eigenlijk met veel verschil had moeten winnen. En je ook wel wint, maar dat je eigenlijk na een wedstrijd moet concluderen dat het dan net niet goed genoeg was. En dan heb je ook nog eens ontgoocheling dat alles is gelijk. Hè? Zowel de aantal punten, zoals de gewonnen wedstrijden, het doelsaldo, alles is gelijk. Ja, en dan heb ik altijd wel het gevoel, waarom is hier niet de rangschikking meer bepalend? Of speel dan tenslotte nog een testwedstrijd? Maar goed, ik ben eigenlijk al dikwijls heb ik gesproken over de play-offs 1, play-offs 2. Maar eigenlijk ben ik daar niet zo belangrijk in. Men doet eigenlijk maar wat aan en daar zit totaal geen rechtvaardigheid in. Heb je de gemiste kansen geteld? Ja, ik heb ze gezien. Ik heb aangegeven, het zijn 16 kansen. 16 kansen waar een aantal goede pogingen bij waren. Maar waar er eigenlijk 5 minstens. En dan ben ik nog voorzichtig 5 er binnen moeten. Maar bij die 0-1, daar moet het gewoon 0-2 of 0-3 worden. Ja goed, dat is eigenlijk de bitterheid die ik nu op dit moment voel.